Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 3 juni. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Vandaag staat de woonkamer op de planning. Om er even schoon te maken. Er was weer gekost op de kleden. Dus er zit alweer een kleed in de wasmachine. Die moet ik even aanzetten. Voor de rest heb ik hier de gordijnen dicht. Omdat het toch nog 23 graden is, geloof ik. En er is vanavond weer een persconferentie. Ja, het is 23 graden, wel met bewolking. Die persconferentie zal gaan, want ze hebben dus bekendgemaakt dat je weer mag gaan vliegen. Je mag weer op vakantie. Zit ik gisteren een heel betoog te houden over dat je nu niet op vakantie kan en zo. En prompt, een paar uur later, maken ze bekend dat je weer op vakantie kan. En wel binnen Europa en met richtlijnen, maar dat zullen ze vanavond wel gaan uitleggen, vermoed ik. Ik weet niet of er nog andere dingen bij komen. Dus dat is het. Ik kan jullie eindelijk vertellen waar ik al maanden mee bezig ben. Ik ben al maanden, heb ik een geheim waar ik jullie niks over kon vertellen. We hebben zondag samen namelijk een babyshower georganiseerd voor Nathalie. Dit plan is in januari al ontstaan. Nathalie heeft toen een keer aangegeven van, het lijkt me zo leuk als iemand dat zou organiseren. Maar ja, ze wist ook eigenlijk niet of iemand dat zou doen. Toen dacht ik van, ja, ik heb er wel eens over nagedacht om dat te organiseren. Maar ik zie dat in mijn eentje niet zitten. Dus toen heb ik mijn moeder gevraagd van, joh, zou je het leuk vinden om dat samen te organiseren? Nou, uiteindelijk zei ze van, ja, dat is eigenlijk wel goed. We moeten alleen even kijken hoe en wat. Dus ik heb uitnodigingen gemaakt en toen hadden wij een eerste staan op 17 mei. Maar ja, toen kwam corona om de hoek kijken en toen was het heel erg van, oh, kan dit wel? Toen hebben we toch besloten om hem te verplaatsen na 7 juni, dus na aanstaande zondag. Wij doen het met mannen erbij. Dat was ook al een dingetje, want wij hebben ervoor gekozen om de opa's er sowieso bij te doen. En eventueel de oom van Frank en de oom van Nathalie en mij. Maar ik heb op een gegeven moment Frank gebeld van, joh, dit willen wij organiseren. Zou jij het leuk vinden om daarbij te zijn? Ik weet niet of, misschien vond hij er wel niks aan, het was niet verplicht. Maar hij zei, ja, dat vind ik wel leuk. Toen ben ik vergeten tegen Frank te zeggen dat we bij mijn moeder houden. Want de babyshower is bij mijn moeder, want bij mij is het niet te doen. Je kunt hier geen 1,5 meter afstand houden en er is het huis gewoon te klein voor. Want we hebben een mannetje of 13. Maar toen zou Frank natuurlijk komen helpen met de bank. En toen had Nathalie gevraagd aan Frank van, wat heb jij afgesproken? Ja, weet niet meer, had Frank gezegd. Oh, mag ik dan even kijken? Want hun zijn gewend om in elkaars telefoon te mogen kijken. Dus eerst zei Frank, ja. Toen zei hij op een gegeven moment, oh nee. Hé, hoezo dan? Waarom mag ik dan niet in je telefoon kijken? Ja, kan gewoon even niet. Dus Nathalie die appte mij, ja, Frank en jij hebben een geheim. En ik zei, ja, dat klopt. Ja, wanneer mag ik het weten? Ik zei, ja, voorlopig nog even niet, want dat was maart. En dat zou nog 2 maanden duren. En uiteindelijk is het dus nu 3 maanden geworden. Oh, oh. Dus ze wist wel dat er iets op de planning stond. Maar ik wilde niet onthullen wanneer het was. En toen kreeg ik voor een paar weken geleden kregen we dus een appje van haar van, ik heb 7 juni heb ik een uitnodiging gekregen voor iets. Ik dacht, nee. Dus ik zei gelijk, je kunt niet gaan. Ja, hoezo niet? Ik zeg, ja, dan onthul ik mijn verrassing. Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Wel leuk om naar uit te kijken. En ze vindt het heel spannend. Ja, de geheime dingen die ik jullie dus niet heb kunnen vertellen. Ik ben een paar weken geleden, toen ik op vrijdag boodschappen ging doen, toen ben ik bij mijn vader gaan eten. Toen ben ik samen met mijn moeder ben ik even naar het dorp gegaan om versiering te kopen. We hebben ballonnen gekocht, wat prikkertjes, een hele leuke folieballon. Ja, ik weet niet eens meer wat we nog meer hadden, maar we hadden een paar hele leuke dingetjes. Toen heb ik dus ook die kleertjes gekocht. Die jullie in de shoplog hebben kunnen zien van afgelopen zaterdag. En ja, dat hadden we dus gedaan. En mijn moeder heeft later nog een vlaggenlijn gekocht, want die konden we niet vinden.
Dus alles is nu wel geregeld. Zaterdag ga ik naar mijn vader toe. Ga ik koekjes bakken. Moet er eventjes nog naar de stad. Want ik moet even fondant halen. Want ik had al fondant gekocht. Maar dat is te weinig. Dat heb ik toen de tijd een keer bij Lidl meegenomen. En die hadden het nu niet meer. Dus ik moet er even wat bij halen. En ik moet even iets van zakjes halen. Want we willen uiteindelijk toch nog bedankjes meegeven. Dus ja, die moet ik dan zaterdag nog even in elkaar maken. Ik hoop dat dat allemaal lukt. Dus, maar dat is dus hetgene waar ik dus al maanden mee bezig ben geweest. En ik heb dus afgelopen zondag heb ik een quiz gemaakt. Die kaartjes hangen nog hier. Kijk, ik heb een babyquiz gedaan met dit soort vragen. Die heb ik dus hier hangen en die moet ik dan ook meenemen. Ik zal vrijdag wel even laten zien. Dan ga ik een tasje inpakken met spullen die mee moeten, die ik dan mee ga nemen. Ik wilde ook eigenlijk koekvormpjes bestellen bij AliExpress met echt een rompertje erin en zo. Ik denk dat vind ik leuk. Maar ja, toen kwam corona, dus toen verzond AliExpress niks. Dus toen heb ik gewoon een koekjesvorm bij de Action gehaald. Dat zijn deze vormpjes. En hier zit een wolkje in. Hij zit nu een beetje verstopt. Het wolkje zit hier. Dit is een wolkje. En ik dacht, nou weet je, dan maak ik gewoon wolkjes van koekjes. Want ze zeggen natuurlijk heel vaak een wolk van een baby. Als het een beetje een groot baby is. Ik dacht, nou dat kan ook prima. Dus dat heb ik. Dus dat gaat deze week gebeuren. Dus vandaar dat de planning deze week ook anders is. Maar goed, dat zullen jullie de rest van de week gaan meemaken. Ik ga nu de woonkamer doen. Ik ga jullie erbij zetten. En daarna ga ik even lekker beurtjournalen. Dus dat is de planning. En ik heb gisteren trouwens ook nog even gekeken naar de datepost. En naar Beter Laat Dan Nooit. En uiteindelijk nog naar Rex en Gossip Girl. En ik heb mijn artikel online gezet. Alvast wat foto's bewerkt voor het artikel voor vanavond. De vlog is af, dus dat was allemaal prima. Nu ga ik wat doen, want ja, dan ben ik ook weer dus de eerder klaar. Zo, ik ben helemaal klaar. Ik zit op de schone, lekkere visbank. In een schoon fris huis. Wat wil je nog meer? De katten hebben wel weer alle knuffeltjes uit het mandje gehad. Ik had alles heel netjes erin gelegd. Dus ze hebben het net zo hard weer uitgetrokken. Ik ben nog wel even lekker bezig geweest met het knutselen. Maar daar heb ik jullie dan verder ook niet bij gezet. Het gaat al langzaam voor mijn gevoel. In mijn mus loop ik zo achter. Het is echt verschrikkelijk. Maar ik wil het dan ook weer perfect doen. Maar goed. We hebben de tijd, dus het maakt op zich niet zo heel veel uit. Vanavond ga ik denk ik wel Steenrijkstraat Arm kijken. Maar je hebt geen Hart in Actie meer. Nu heb je weer 100 jaar jong met Gordon. Ik ga dat niet kijken. Ik heb het wel gevolgd. Ik heb er heel erg van genoten. Maar er zijn inmiddels al best wel wat mensen van overleden. Ja, dat vind ik dan toch wel sneu. Dan kijk ik er toch anders naar. Dus ik denk dat ik Help Mijn Man Is Klusser even opneem. Dat ik dat even ga kijken. Het is ook wel vermakelijk. Vanavond moet ik verder nog de vlog uploaden. Ik moet nog even een thumbnail maken. Ik moet nog even wat foto's bewerken. Het is gisteren niet helemaal afgekomen omdat er een paar niet helemaal mooi waren. Ik moet nog even opnieuw doen. Artikel online zetten. Ik moet nog huiswerk doen voor mijn therapie van morgen. Dus dat ga ik vanavond ook even doen. En verder is Gossip Girl en Rex. En dat wordt mijn avond. Dus verder niet spectaculair. Straks douchen. Ik heb frietjes vanavond om 7 uur even de persconferentie. En dan verder hou ik het lekker rustig. Wel weer het quizje vanavond die ik heel leuk vind. Dus dat is top. Ik ga nu dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Ik ga eventjes nog die handwas aanzetten. Want dat was ik vergeten.
Dan ga ik even lekker relaxen en dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 4 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb mijn haar een keer anders gedaan, maar deze schuifjes zijn niet zo handig. Ik zal eens even kijken of ik kliklaks heb. En wat het beter is, want ik vind het op zich wel leuk, zo dat het aan de kant zit. Maar ja, schuifjes zijn eigenlijk niet zo heel erg handig bij mijn haar. Ik gebruik deze jaren geleden, deed ik het al. Omdat toen had ik nog een schuine pony, maar die heb ik al jaren niet meer. Ik ga eerst even kijken voor schuifjes en dan kom ik zo even bij jullie terug. Of speldjes bedoel ik. En klikklaks lukken dus wel. Dat is beter. Deze zit nog niet helemaal hier van het. Maar ik vind het wel leuk. Het is alleen alweer jammer dat je die uitgroei heel erg ziet. Want mijn haar groeit heel erg snel. En ja, je ziet het alweer goed donker worden. Daar baal ik een beetje van. Maar oké. Vandaag eigenlijk niet zo heel veel op de planning, want mijn coach die komt zo meteen. Ik weet alleen nog niet hoe laat, ik heb nog niks gehoord, maar ja, ik wacht het even af. Ik ga zo even stofzuigen. Ik wil eigenlijk even die lipglossbakjes indelen. Dus dat is eigenlijk wat ik even ga doen. Ik heb om 3 uur therapie weer. Dus, nou ja, goed, daar heb ik mijn huiswerk voor gedaan. Dus, nou ja, goed, we wachten het eventjes af. Wacht even hoor. Gisteren heb ik gekeken naar Steenrijkstraat Arm en Help Mijn Man Is Klussen. Waren beide herhalingen, maar ja, dat is nou eenmaal zo. Het spelletje heb ik gezien. Ik commissaris Rex zat erin. Hoe leuk. Ze hadden een vraag over bekende politie, mensen. En er zat Rex dus in, dus dat was wel leuk. Ik heb Gossip Girl gekeken en ik heb Rex gekeken. Ik heb de vlog heb ik ingepland, dus die is al online gekomen. Artikel geschreven en... ja, verder rustig avondje. Ik heb wel weer lekker lange mouwen aan, want het is vandaag een stukje frisser. Het is volgens mij een graadje of 14. Ik zal eens even kijken. Ik heb kramp in mijn been. Echt niet te doen. Het is, ja, 14, 16 graden is het inmiddels alweer. Maar buiten is het wel fris, maar binnen blijft het nog wel 24 graden. Maar ik kan het raam niet echt open doen, want ik heb geen morretjes meer. Maar ik heb dus kramp in mijn been. Ik merkte het al met slapen. Ik kon er niet op liggen. Het trekt echt zeg maar door van mijn bovenbeen tot aan de onderkant. Ik weet niet hoe het komt, maar ineens had ik het. Dat begon in bed. Dus dat is een beetje vervelend. Maar ja, het zij zo. Voor de rest eigenlijk, ik had even wat huiswerk gedaan wat ik voor de therapie moest doen nog gisteren. Dus ja, voor de rest was het eigenlijk basic en niet heel spannend. Dus, maar was wel gewoon even prima. Ik ga nu even stofzuigen. En dan ga ik even die lipglossbakjes doen. En dan ben ik wel klaar voor, ja, als mijn bezoek komt. Ik denk 2:45, maar ik weet het niet zeker. En dan is het even boodschappen doen en even de therapie volgen. En dat is het. Misschien zet ik jullie erbij de lipglossjes zo wel even bij. Maar dan moet ik even kijken. Dus ik ga nu eerst maar even de stofzuiger er doorheen trekken. Dan is het weer netjes. Alle lipglossjes zijn nu gesorteerd. Op merk je ziet het niet zo goed omdat ik het hier donker heb. Maar alles is nu op merk gesorteerd. Dus ik ben hier wel blij mee. Dat is ook weer klaar. Oh, die moet er ook in. Nu even wachten tot mijn bezoek komt. Maar net wat ik zeg, ik weet dus niet hoe het gaat. Dus het is wachten. Ik ga even wat drinken. En dan... ja, zie ik het wel zometeen. Oh, ze is er al. Oké, top. Ik zie jullie later. Zo, inmiddels weer terug van de boodschappen. Ik heb alles gedaan wat ik moest doen, dus dat is top. Ik zal jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb ook mijn schoenen opgehaald. Die laat ik morgen wel even zien, want het is nu al wat later. Dan kan ik zo ook even lekker douchen. Dus ik zal de boodschappen er even bij pakken, want het is een beetje donker. Ik heb een hele tas vol. Ik heb ook nog weer eventjes die 1 plus 1 gehaald op de andere long. Want dat vond ik toch wel heel prettig. Of die 1 tweede voor een euro. Omdat ik nu mijn conditioner gaat heel hard. Ik heb in de aanbieding keukenrol. Oh, ik zal jullie zo neer zetten de keukenrol. Ik heb 2 dozen frikandellen gehaald. Die kunnen zo gelijk het advies erin. Daar in de aanbieding.
even een pak met pulsen. Zometeen eet ik even airfryer frietjes. Ik had niet zo zin om koken met open frikandellen. Die vind ik heel lekker. Ik heb 2 zakken aardappelschijfjes. Ik heb de bakmix voor de koekjes. Ik heb coronapat. Ik heb vruchtenhartjes om de dingetjes te vullen. De zakjes die ik zaterdag moet halen. Ik heb energy. Ik heb deze heb ik even voor iemand meegenomen. Die vroeg of ik dit wou halen. Dus die heb ik even voor diegene gekocht. Die moet morgen in de tas. Ik heb een shootje. Oh, ik heb kramp in mijn buik. Ik heb slaapwinkel weer. Ik heb even maatverband. Dat heb je gewoon nodig in je leven. Ik heb olie gehaald. En even kijken hoor. Ik heb boontjes. Ik heb ook voor mijn moeder boontjes gehaald. Even kijken wat ik verder moet hadden. Oh ja, bij Lidl kom ik broekjes tegen. En ik heb niet zo heel veel gewone broekjes. Dus ik heb even wat gewone broekjes gehaald. Die waren nu nog maar 2 euro. Dus ik ben benieuwd of die goed zitten. Ik heb nog een broccolietje voor maandag. Ik heb nog spekjes. En ik heb nog melkcupjes. Ik had gisteren koffie. En toen was die melk die was een beetje hard geworden. Dus dat was niet zo lekker. Dus ik dacht maar even een nieuwe. Ik ga dit even opruimen en dan ga ik eventjes lekker douchen. En dan vanavond kijk ik Gestalkt en Meester Frank Visser. En straks even lekker eten en dan ga ik vanavond weer aan de foto's werken. En ik kijk Gossip Girl en vanavond heb ik weer klem. Dus lekker relaxed avondje. Ik ga jullie morgen weer zien. Ik ga even mijn boodschappen opruimen. En dan ga ik even douchen en zo. Dus ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 5 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een look gemaakt met een oogschaduwpaletten waar ik lichtelijk teleurgesteld in ben. Omdat de kleuren niet zo heel mooi op mijn oogleden kwamen. Ze waren best wel stroef en stug. En het duurde echt even voordat ik het ingeblend had. Nou, uiteindelijk is dit het resultaat. Uiteindelijk ben ik er wel tevreden over. Maar het kostte best wel veel werk. En ja, dat ben ik gewoon niet zo gewend. Het is een oogschaduwpaletten van Revolution. Het is zo'n donut, zeg maar. Ik zal hem wel even pakken. Die heb ik dus nu geprobeerd. Hij ruikt echt onwijs goed. Hij ruikt echt heel lekker. Ik krijg een telefoon. Ik moet even opnemen. Maar het is dus dit paletten. Ja, ik was eventjes bij die paletten. Dus dat is dus dit paletten waar ik het ooglookje mee heb gemaakt. Toen belde mijn moeder even, want even over zondag. Die had nu heel veel boodschappen gedaan. En alles moest verstopt worden, want Nathalie komt vanavond bij haar slapen. Dus ze moest alles verstoppen dat ze niks door heeft. Ik heb mijn Miss Gaga shirt aan. Ik vind hem echt nog steeds super leuk. Maar ik heb er wel een vestje overheen aangetrokken, omdat ik het heel erg fris heb. Het is hier gelukkig ook al wat koeler geworden in huis. Dat is wel echt super fijn. Het is nu 22 graden, dus het is 2 graden gezakt. Dus dat is wel fijn. Gisteravond heb ik gekeken naar SBS6. Het waren wel herhalingen. Gestalkt kon ik niet zo thuis brengen. Maar Meester Frank Visser wist ik nog wel heel goed. Daarna heb ik gekeken naar Gossip Girl en eventjes naar Klem. En ik heb de foto's bewerkt. Dus ja, eigenlijk gewoon een basic avondje. Ik zal even de pakketjes pakken die ik jullie wil laten zien. En daarna ga ik stofzuigen en de foto's doen. Want ik normaal doe ik dat natuurlijk op zondag. Maar ik ben zondag weg en morgen ben ik ook weg. En ik moet even de cadeautjes inpakken. En ik hoop nog even wat te bullet journalen. Dus dat is even de planning. Niet heel bijzonder, maar gewoon even de standaard dingetjes. Maar ik zal even de pakketjes pakken. En dan zal ik jullie het weer eventjes laten zien. Ik heb nog steeds heel erg last van mijn heup. Van mijn benen. Dus dat is echt heel vervelend. Ik heb er echt moeite mee met lopen. Dus dat wordt zo wel een dingetje met de foto's maken. Omdat ik op de grond moet zitten. Maar we gaan het gewoon proberen. Dus ik zal even de pakketjes pakken. Ik zal even beginnen met de sneakers. Dit zijn de Bjorn Borg sneakers die ik dus heb opgehaald. Die ik dus had besteld. Ik ga het wel even op de grote tafel doen. Dat is handiger. Dit is de doos. Ik heb ze in maatje 40. Zit er heel mooi verpakt ook. En dan zijn dit de schoenen. Dit zijn ze dan. Mooie witte sneakers met een roze achterkantje. Tong heeft ook een roze detail en de binnenkant is ook roze. Superleuk. Er hangt ook een hartje aan van Bjorn Borg. Ik was vroeger hier heel erg fan van. Ik had heel veel spullen hiervan.
onderbroeken en een tas en een portemonnee en van alles. Dus die vind ik echt super leuk. Dus dat zijn deze. Ja, ik vind het altijd een beetje lastig om schoenen te bestellen. Want de maat, ik heb namelijk... Wacht even, ik probeer het even terug te doen en jullie bij te praten. Ik heb altijd namelijk een... mijn rechtervoet is wat groter dan mijn linkervoet. Dus dat is lastig. Daarnaast had ik nog twee dingen van Bol.com. Ik heb allereerst weer een nieuwe setje met Huel Techniques kwasten. En dit zijn de lip color en blur kwasten. Waarmee je lippen dus kan doen. Omdat ik natuurlijk alle low budget kwasten wil vervangen voor goede kwasten. Hier ga ik straks gelijk ook foto's van nemen. En ik heb ook nog een strap. Die is voor mijn oortjes. Hier kan ik mijn oortjes aankleppen, met draadloze. En dan kun je dat dingetje gewoon achter je nek laten lopen. Mocht je ze onderweg op willen, maar je bent bang om ze te verliezen, kunnen ze hier dus in. Ja, als je hebt verschillende kleuren, maar ik heb een witte gedaan omdat ik ook witte oortjes heb. AliExpress heeft ze ook, maar omdat AliExpress heel lang duurt, kan ik altijd daar nog wat kleurtjes bij bestellen. Omdat ze daar wel een stukje goedkoper zijn. Dat waren de pakketjes. Ik ga nu even stofzuigen en ik ga even kijken waar ik jullie bij kan zetten vandaag. Maar ga zo eerst eventjes de foto's doen, dan is dat klaar. Dus dat is voor nu eventjes de planning, dus daar ga ik maar eens even aan beginnen. De fotografiespulletjes. Ik heb twee highlighters van Essence. Allereerst heb ik hier de 20 Hypnotic. En ik heb de 10 Hieronic. Ik heb drie Liquid Metal Cream Eyeshadows. Ik heb deze in de kleur 070 Let's Better More Glitter. Ik heb hem in de kleur 060 When I Dot met glitter. En dit is de kleur 010 California Creamy. En ik heb twee nagellakjes, een topcoat en een nagellakje van Sally Hansen. Die wil ik morgen gaan dragen, dus dit ga ik zo fotograferen. Ik ga even wat drinken en dan ga ik de foto's doen en dan de rest van de dingetjes. Tijd om cadeautjes in te pakken. Ik ga dus dit dingetje inpakken. Deze romper en dit shirtje. Met Grow With The Flow erop voor de baby. Voor Natalie heb ik een sheetmasker met charcoal en sea salt extract. Deze borstel. En een reinigingsgel die dus heel fijn gaat met deze borstel. En een scrub gel. Dus ik ga hier even leuke pakketjes van maken. En de camera was weer eens leeg natuurlijk. Ik moet de batterij even opladen. Had ik al een beetje verwacht hoor. Maar ik ben klaar met alles. Ik heb niet heel lang gebeurd. Weer nog even kort een paar dingetjes gedaan. Want ik was natuurlijk met de cadeautjes bezig. Ik zal even laten zien hoe die geworden zijn. Ik zal ze even hierheen halen. Dit is het pakketje voor Nathalie. Staat er ook heel groot op Nathalie. Hier zitten dan die verwenspulletjes in. En dit is voor... de kleine. En mocht je afvragen waarom staat er de tekst Wurmpje op. Ze noemen het Baby Wurmpje. Omdat ze nog niet weet hoe het eruit ziet. Eigenlijk vanaf het begin af aan noemen ze er al Wurm. Dus ik heb er maar Wurmpje op geschreven. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Ik ga vanavond even de tas inpakken. Ik heb al even een tas van boven gehaald. Die ik dan even kan inpakken met spullen. Zal ik jullie nog wel even laten zien morgen voor ik ga. En voor de rest ga ik gewoon lekker... even de kindjes kijken, de Kijkbuis Kids en Gossip Girl en Clem. En ik ga even de video in elkaar zetten, ik ga mijn blogpost schrijven. Dus dat wordt eigenlijk de planning. Niet heel interessant, maar wel even wat dingetjes die nog moeten gebeuren. Dus dat ga ik doen. Dus ja, ik ga jullie dan gewoon morgen weer zien. Ik ga kijken hoe ver ik jullie mee kan nemen.
Het is wel een productieve dag, maar het is fijn dat de dingen klaar heb die ik gedaan moest hebben. Ik heb de groenten afgehaald, dus ik ga nu even lekker relaxen en dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede morgen op deze zaterdag. Het is 6 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik zal jullie even mijn outfit laten zien. Ik heb weer een keer iets heel anders aan. Allereerst beginnen we met de nieuwe schoentjes die ik aan heb. Super blij mee. Mijn Beyond Box. Ja, even recht blijven staan. Ik heb wel die dat ik super grote voeten heb in deze schoenen. Maar nou, ik vind ze echt super leuk. Ik heb een broek aan van de Bershka met de gaten. Shirtje is van de Action. En deze komt ooit bij de Dekamarkt vandaan. Ik heb mijn Mimoneda ketting om. En mijn armbanden. Ik heb alles klaar. Vader belde net. Hij is ongeveer met een kwartiertje. Dus ik ga even gauw de stofzuiger hier doorheen trekken. Even de rest van de spullen klaarzetten. Alles staat verder klaar met wat ik mee moet. En dan kan ik nog even wat drinken. En ga ik straks die kant op. We gaan eerst even daar wat drinken. Dan gaan we eventjes naar de stad. Want ik moest ook nog even wat dingetjes hebben. En dan gaan we de koekjes bakken. Ik neem de camera ook mee. Ik probeer jullie erbij te zetten met de koekjes bakken. Vind ik wel leuk. En dat is de planning. En dan moet ik vanavond even de bedankjes maken. Maar daar kom ik even op terug als ik weer thuis ben. Dus dat is voor nu even de planning. Ik ga dus even stofzuigen. Dan ga ik even nog wat drinken. Want voor je het weet is mijn vader hier al. Dus ga ik dat eventjes doen en dan zie ik jullie later. Gisteravond heb ik trouwens nog wel lekker televisie gekeken. Eventjes de Kijkbuis Kids. Thank You for the Music, Clem en Gossip Girl. De video staat online. En mijn artikel staat online. Dus dat was allemaal top. Maar nu ga ik echt eventjes de laatste dingetjes doen. En dan ga ik zo ervoor door. De spulletjes die ik moet meenemen. Ik heb hier al fondant, maar hier moet dus nog fondant bij. Dus dit moet ik meenemen. Ik heb twee suikerparel potjes. Hier zit fruitsmaak in. Ik heb deze dus die ik mee moest nemen. De koekjesvormen, ook wel heel handig. Een deegroller. Ik heb hier een bakmatje bij. En ik heb dus hier de zandkoekjes bakmix. Nog eventjes een stikje met wat... Bedankdingetjes, die moet ik eventjes nog uitprinten. Dus dit gaat zo in de tas en dan is de tas ook weer klaar. Zo lieve mensen, ik ben weer thuis. Ik ben ondertussen de bedankjes aan het maken, wat echt nog een heel werkje is, maar dat geeft niet. Ik ben het gewend om laat dingen te doen. Wat ik net heb gedaan, ik heb dus deze uitgeprint. Dit zijn de bedankkaartjes, die heb ik gelamineerd. En ik heb dus deze zakjes gemaakt met de bedankjes, waar dus hartjes in zitten met een dingetje. Ik heb deze zakjes bij de Action gehaald. Ik heb alleen net één dingetje verput. Ik heb gewoon die organza zakjes. Er zitten 10 hartjes in en een bedankkaartje. Voor de rest heb ik een nieuw kussen waar ik heel blij mee ben. Dat is deze. En ja, ik heb voor Frank heb ik nog een cadeautje. Die moet ook nog ingepakt worden. Dat is deze. Dit is een Axe. Dit is een Peach. Dit is een aftershave zie ik nu. Ik had eigenlijk een geurtje willen hebben. Shit. Dat heb ik verkeerd gedaan, maar misschien kan hij het ook wel waarderen. Hij vindt alles wel goed hoor. Het gaat om de aardigheid, maar ik wil alles nu perfect doen en dat lukt niet zo goed. De koekjes zijn ook gelukt, die gaan jullie morgen zien, want die liggen bij mijn vader. Maar ik ben dus nu hier bezig met alle bedankjes aan het maken, dus daar ben ik nu mee bezig. Straks ga ik nog even een stukje flikken kijken. Ik ga nog even Kossenkul kijken en nog even Klem en nog even lekker zitten. Alles klaarmaken en dan ga ik morgen weer... Weer vroeg die kant op. Dus om 9:30 word ik weer opgehaald. Dus ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Want ik ga nu dit even afmaken. En verder ook nog even proberen te relaxen. Dus ik zie jullie dan bij deze gewoon morgen. Een hele goede morgen op deze zondag. Het is 7 juni. Ik ben klaargemaakt. Wat heb ik aan? Dit setje van de H&M. Met een blouseje en een legging. Ik ga ondertussen even mijn schoenen aantrekken. Terwijl ik met jullie praat.
Vandaag is de dag van de baby shower. Vader die belde net al dat ik alvast naar de wc wil gaan. Ik had hem iets later verwacht. Ik had eigenlijk nog even het een en het ander willen doen. Ik had eigenlijk nog even mijn kleding af willen stofzuigen, maar het is dus niet gelukt. Maar goed, we gaan dus zo even langs mijn vader en daarna gaan we straks door de baby shower. Dus spannend. Dus ja, ik ben nu eventjes mijn schoen aan het aandoen. Ik heb gisteravond mijn nagels nog gelakt. Ik zal je nog wel even het kleurtje laten zien. Dat vind ik altijd wel leuk. Ik heb gisteren Gossip Girl gekeken en ja, het andere lem. Ik moet nog iets belangrijks doen. Dus ik ben nu. Dat ga ik zo eerst even doen. Dit is het nagellakkleurtje van Sally Hansen. Het heeft een beetje moeite scherp te stellen. Dit is de kleur 363 Let's Jam. Ik zal ondertussen even commissaris Rex in. Dan ga ik naar de wc en dan ga ik zo weg. Ik neem uiteraard de camera mee. Ik zat te denken om nog even gouden fotocamera te pakken. Is misschien wel leuk om even mee te nemen. Maar ik moet nu wel even opschieten. Dus dat ga ik zo even doen. Ik zie jullie uiteraard op de baby shower. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Dus ik ga nu eventjes me verder klaarmaken en dan zie ik jullie strakjes. Ja. En dan heb je hier die pas op. Heb je hier pas op? Ja. Maar wel stil hier, hè? Hier een bank, zeg maar. Waar mag ik daar zitten? Ja. Dankjewel. Oké, en dan nou ja. Dan moet je blijven zitten zo. Nou, lekker. Mijn masker is bijna koud, dus warm. Ik ga even showeren! Schat, ik vind dat jij ook mag kiezen. Ja, ja, daar staat er ook al aan de vrouw waar. Ja, ja. Oh. Dan mag jij kiezen. Oh, ja, mag ik. Kun je hem oppakken? Nee, dat is er. Aangeven. Je kan toch lopen? Ja, heb je dat voor jezelf, beentjes? Moet je even goed filmen, hè? Ja, ik heb het zelf ingepakt, vriend. Dus... Oh, oké. Okay. Extra veel plafband? Ik zie het, ja. Moet je wel goed om de papier heen doen, hè? Dan plakt het nog beter. Ga je nou ook nog zijn kom maar inpakken? Nee. Heel mooi gedaan. Ja. Nou, hij heeft gisteren zowaar gezegd dat hij hem dan wel naar de barbershop gaat. Ja. Maar dat hij hem daarna wel weer gaat laten staan. Maar gaat hij hem zelf bijhouden met trimmen. Nou, ja. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik heb wel eens een trimmetje, maar... Nou, maar dat ben je wel. Het lager. Ja, dat ben je wel. Ze gaat filmen, dan doen die filmpjes nog niks. Maar ik wil een keer naar zo'n barbershop. Ja? Ja, voor de whisky. Gewoon voor de whisky. Ja, hij gaat voor de whisky. Oh, gaan we weg met wat? Maar nee, alleen René lachen ze niet uit. Bij jou wel waarschijnlijk, want... Ja, natuurlijk, hè. Komt hij maar. Loes en Mone en zo, en dan plot is gevaren. Wat afhalen? Eén keer scheren is klaar. Dan krijg ik gewoon eigenlijk een tijdschrift met allemaal tips voor een plof en bonusvaring en zo. En bonusvaring ook. Ja, kijk maar uit. Schiet me nou weer in te pakken of zo. Kijk eens. Kijkers, ik zit lang over jou heen, vriend. Ja, kat.
Lekker! Ja, dat weet ik niet, want ik kan niet ruiken, want er staan geen testers. Het is wel aftershave, dus als je dan hebt geschoren, kun je het opdoen. Kijk. Maar hij doet het even op. Kun je ruiken? Nou, je op zijn broek ook. Wat? Godzak! Wacht, hè? Klopt! Ja, dat is een kopje. Oh, dat prikt, man! Eikel! Is het toch weer heb je net je neus geschoren dan? Ik zie maar mijn man een dom. Ah, superleuk. Ik weet nog niet eens wat het is. Nou, er zijn meer. Gadverdamme. Oh. Oh nee, schattig hè. Dat is een Preska, iedereen dat kijkt dit keer niet. Nee, het zit er niet op. Maar leuk. Heb je jouw verhaal al? Superleuk. Past op je hoofd, denk ik wel. Nee. Pas. Ja. Hij is extra stretch dus. Ja, dat is maar ik wil een korte spijt doen. Oh ja. Ja. Oh, pizza. Oh, leuk. Maar dat is wel leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Past het bij jou? Ja, zeker. Gros, hè? Het is 68, dus van ja, ja, dat past echt wel. In de winter. Fijn. Dankjewel. Dan ben jij weer gebeurd. Oh. Zal ik dan maar de kaart doen? Want waarschijnlijk. Ja, dat wil hij toch niet. Nee, dat ook lezen. Ah, oh, lief, dankjewel. Je moet hem toch even lezen. Ja. Oh, dat kan ik wel lezen. Ik heb een bron. De auto. Ja, de auto. Dankjewel. Je wel voor de kijkers? Voor de kijkers. Zo lachen. Dus, hallo mensen, ja. Zet ik al ja. Game aapje, dat is goed om te abonneren. Maar. De wedstrijd is gedaan. Je hebt verloren. En die is begonnen. Ik mag zeggen, stil, hij is begonnen. Nou, dan ben jij. Oh ja. Wat ja, die... zij heeft op die kaart gedaan. Kunnen we even pauze, even rustmoment? Ja, dat kan, maar dat duurt al zo lang. Nee, ik moet eraf natuurlijk een probleem hebben, dan... Ik heb zo'n zaken ook met lachen. Ach, echt, dan ja, snap ik. Nee, dan moet ze even blijven. Voor het, nee, dat, ja. Nou, voordat ze dat over kan maken, dan ben ik wel wat jaren verder, hoor. Moet je dan wel naar binnen lopen? Dat is wel Het is moeilijk om over te maken. Er komen nog wel moeilijke dingen in, denk ik. Denk ik. Op zaterdag. Oh, je ziet een stamperij. Oh, er staat wat met zo. Ja, hij is erachter gekomen dat hij de eerste luggage moet doen. Oh, wat een zwarte teer. Ja, dat mag hij doen. Leuk. Leuk. Ja, als een moeder kies bij. Leuk. Ja, echt. Als het nu net s'nachts is, dan ga ik ook. Ja, meestal wel. Meestal wel, ja. Ja, het is ook s'nachts geboren. Het is ook wel leuk dat ik mis geweest, want de meeste kinderen worden wel s'nachts geboren. Is dat zo? Ja, wel, ja. Ja, gewoon met Nederlands, het allebei. Ja, maar ja. Ah, het is goed. Lief. Wat staat erop? Ja, dat kan ik niet lezen. Grow with the flow. Grow with the flow. Precies dat, ja. Hartstikke leuk. Je kan ook even rondlopen zo. Dan lijkt het leuk. Ja. Ja, het is een top. Ja. Ja, top. Top. Weer wat geleerd. Oh mijn god. Dat is natuurlijk een fancy. Ja, weer wat geleerd. Weer wat geleerd. Ja. Oh, dat wist ik niet. Ja, weer wat geleerd. Hele gewone dingetje. Ja, dat raakt ja. Allemaal kwijt. Ja, dat raakt ze allemaal. Oh, dit is ook leuk. Oh, ja, deze zit in de zomer. Nee, weet ze het al, ze het weet Nathalie het al. Hoe heet dat? Ja, ja, ja. Hey, hey, niet verrassen. Nee, een hompje. Lief, hè? Ja, ja, ja. Een hompje, ja, 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 ja. Hompje. Je hebt er een kleur van, man. Met een kokjes. Ja, aan de onderkant.
Ja, ik ben nog niet helemaal, ik ben nog 17 jaar uit. Ja, ik weet net wat een rompertje is, zeg maar. Heel erg net pre-utal geweest. Ja, jij bent al zo lang onderweg geweest. Onderweg heb zitten studeren. Ja, en mijn rondjes rijden. Dan zit de Google onderweg. Stiekem wel. Kan ik allemaal tegenkomen. Heel leuk. Ja, wat was er nog meer? Rompertje en... Ja, hij had nog eentje, maar maakt niet uit. Iedere field liner. Dat misschien ook, maar dat krijgt mijn stok niet uit, dus dat... Oké, dus ik ben helemaal vol ook, hè? Ja. Dat is een mee voor een jongen, jij. Ja, Angela, zit te koken. Ja, je pilletje even op bij de... Ja, straks is iedereen weg. Dan gaan ze met de grill af. En schoonmaken hier. Dat is voor mij. Oh, kijk. Oh, cute. Is het niet leuk? Ja, lief. Ik had hem moeten zeggen, hoor. Ik heb een bonnetje bewaard. Nee, heel leuk. Oh, leuk. Oh, die is ook leuk. Ja, ik ben mismaakt. Dat is leuk. Ja, heel leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Jij bent van het vouwen. Ja, daar ben ik heel goed in. Ja, maar ik ga hem nog meer in, schat. Ik heb gewoon straks niet alle kindertjes van daarin. Ja, dat is waar. Echt, ik heb er maar bij. Ik ga steeds maar bij. Nee, steekt er dan terug in? Kijk, iedereen uit. Ja, dat is wel goed. Ja, ja. Vrouwen over op kwasten, hè? Ja, daar was dan een verhaal. Ja, weet je, dat... Dat heb je vaker gedaan. Zij doen dat ook gewoon met één hand en jij zit er gewoon zo bij. Ja, je zit erbij. Gewoon lekker. Dan mag ik alles in één ding straks. Ja, anders kan je straks niet mee. De man nog niet op. Je kunt ook zo. Ja, straks had die hoort en die later. Nee, dat heb ik niet gegeven. Ja, die kan ik uit de hoek hebben. Ja, ja. Kleine. Ja, proost op Burpee. Ja. Burpee. Zeg wat. Dat ze voorlopig maar blijven zitten. Ja. Ja, en nog even. Zeg maar waar we vrij. Mensen stukken met van Lennon. Het liefst wil je gewoon wat vrij. Ja, dat heb ik het liefst. Dankjewel. Ja, die laat me mooi over. Ja, maar volgende keer. Ik heb 35 weken, dus. Maar. Ja, zijn er weer gesprekken? Neem er nog maar één dan. Ja, proost hè. Ja. Ik zal altijd met wie of zo. Ja, daarom. Proost hè. Ik ben weer thuis. Ik ben net binnengekomen. Ik heb het katten net eten gegeven. Het was heel gezellig. Het is nu 9 uur geweest. Het is 9:05. Dus ik ga zo even lekker douchen. Straks nog eventjes relax kijken in Gossip Girl. Ik ben een beetje misselijk. Ik vind het ook altijd een beetje lastig dat ik nu in een leeg huis thuis kom. Maar het was wel super gezellig en de meeste mensen waren rond 5:30, 6:15 gingen ze weer weg. De meeste wonen ook niet in de buurt, dus nou ja, goed, dat was verder prima. Het was heel geslaagd in ieder geval en alles weer goed in de smaak, dus dat was top. Ik ga nu in ieder geval eventjes nog wat dingetjes opruimen en ik heb eigenlijk ook niet gegeten. Ja, gewoon wat hapjes, maar geen avondeten, maar dat ga ik nu ook niet meer doen, want het is te laat. Ga ik zo eventjes lekker op de bank, even lekker douchen en dan... Van mijn eigen dingetjes doen en dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan alleen lekker relaxen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 8 juni. Dit verlepte hoofd is klaargemaakt. En ik voel me een beetje verlept. Ik voel me nu weer wat beter nu er wat make-up zit. Maar ik voelde me heel erg moe. Maar dat is ook niet zo gek. Want ik was 2 dagen vrij op tijd uit bed. En het waren 2 intensieve dagen. Ik zat er gisteren uit van de middag ook gewoon echt een beetje doorheen. Daar kan ik heel eerlijk over zijn. Ik heb echt naar mijn moeder gehuild. En dat is gewoon puur, ik denk dat alle spanning misschien er een beetje uitkwam. Omdat je eigenlijk zoveel maanden bezig bent geweest met dit te organiseren. En ik wil alles perfect doen. En dat lukt niet altijd. Want ik had op een gegeven moment een ballon opgeblazen. We hadden zo'n hele leuke tekst met girl. En de R die had ik te hard opgeblazen en hij knapte. En ik baalde daar zo ontiegelijk van. En dan is voor mij alweer een minpuntje. Perfecte is er dan af.
Wat eigenlijk super stom is, want niemand viel het eigenlijk op totdat ik het zei. Dus ik zei tegen Nathalie, ja, weet je wel, die rotballon die knapte. Oh, ze kan er niet eens gezien. En ja, super stom, weet je wel. Dan voel ik me gelijk gewoon heel erg vervelend door. Maar voor de rest was het eigenlijk alles super leuk. De quiz werd goed ontvangen. De bedankjes werden goed ontvangen. Maar ik keek op een gegeven moment op de klok. Toen was het al 5:30. Ik denk, jeetje, waarom gaat de tijd zo snel? Want het is dan super gezellig en dan gaat zo'n middag super snel voorbij. Ja, ik ben weer zo aan het hooikoortsen en ik ben zo aan het niezen. Dus sorry voor mijn gesnif, maar ik heb er een beetje last van. En ja, toen brak ik even. Dat vond ik super vervelend. Dus daar zei op een gegeven moment ook, ja, maar waarom ben je nu zo verdrietig? Ik zei, ja, weet je, alles gaat zo snel en dan kom ik straks weer thuis. En dan is er eigenlijk, ja, dan ben je weer helemaal alleen. En ik was even met Nathalie aan het appen, want ik had de beelden doorgestuurd. En dat geeft helemaal niet, want ik bedoel, ik ben het gewend om alleen te zijn. En ja, ik kom niet helemaal alleen thuis, want mijn katten lopen hier rond. Maar ja, je hebt niemand waarmee je nog even gezellig kan kletsen. En dat hebben wij gisteren wel gedaan. Wij hebben gezellig wel nagepraat. Nog even met z'n vieren. En dat was ook allemaal heel fijn, want Frank en Nathalie hadden mij dus thuis gebracht. En ja, weet je, dat was gewoon allemaal super top. Maar ja, ik had het gewoon eventjes moeilijk. Maar goed, dat ging daarna gelukkig ook wel weer over. Maar ik had er wel even last van. Dat vind ik altijd de moeilijke momenten. Na leuke dagen. Ik heb nu natuurlijk 2 dagen mensen om me heen gehad. Dat ben ik normaal natuurlijk helemaal niet zo gewend. En gisteren waren het superveel mensen. En is het super gezellig. En dan val ik een beetje in een soort van diep zwart gat. Omdat ik dan ineens weer helemaal in mijn eentje ben. En natuurlijk, je appt wel. Maar het is toch anders dan dat je met iemand face-to-face praat. En dat vind ik soms wel lastig. Maar goed. Ik heb gisteravond nog wel even mijn foto's ook bewerkt. Ik had natuurlijk lekker gedoucht. En ik heb Rex gekeken en weer naar Gossip Girl. Dus ik heb verder, moest ik gewoon even weer een beetje mezelf worden. Hebben we altijd een beetje, gewoon even weer je eigen worden, even je eigen dingetjes doen. Dat was allemaal super leuk, dus super top. Super geslaagd weekend in ieder geval. Vandaag heb ik op de planning, ik ga eventjes hier goed stofzuigen, want het is hier best wel vies. Ook de katten hadden heel veel brokjes weer uit de bakjes gehad, want ze hadden weer kleine brokjes. En tijgertje, die hoeft dat niet. Die haalt dat eruit. Hé, tijger? Jij hebt niet veel kleine brokjes, hè? Nee. En dat heb ik dus gedaan. Dat heb ik helemaal nog niet gedaan, dat wil ik gaan doen. Goh, ik ben helemaal van mijn apropos. Daarna ga ik even de video opnemen voor zaterdag. En ik probeer nog even wat te bullet journalen. Ik ga even mijn kasten zo meteen in de bak zetten met wat sop. Dan kunnen ze even alvast een beetje de kleuren eraf. Want die heb ik natuurlijk van het weekend niet kunnen wassen. Dus dat wil ik wel even doen. Mijn slaapkamer is een bende. Het is eigenlijk overal een beetje een bende. Mijn keuken is een bende. Dus ik moet ook even het een en ander opruimen. Ik heb op mijn nieuwe kussen geslapen. En echt, wat een geweldig kussen. Echt helemaal blij mee. Ik had hem zaterdagavond dus niet gebruikt omdat ik ook best wel moe was. En ik dacht, nou weet je, ik heb geen zin om er nog weer heel dubbele sloop omheen te doen. Doe ik dat zondag wel. Dat heb ik dus gisteravond gedaan. Toen heb ik heb echt heerlijk geslapen op dat kussen. Dat was echt een hele goede aankoop. Ik ben er heel blij mee. Dus dat is voor nu de planning. Ik ga even de stofzuiger er doorheen trekken. En dan ga ik even de laptop wegzetten. Die moet even aan de oplader blijven, want die is bijna leeg. En dan kan ik straks nog even lekker mijn dingen gaan doen. Dus dat is voor nu de planning en daar ga ik aan beginnen. Zo, inmiddels staat de video er weer op. Dus ik ga even alle spulletjes verzamelen. Dan kunnen de nieuwe producten er weer in. Die moeten dus even terug in mijn stashje allemaal. Het ging eigenlijk best wel vlot, maar ik had een beetje moeite met uit mijn woorden komen. Dus daar moet ik altijd een beetje rekening mee houden. Maar ik ga dit nu eventjes allemaal terug doen. Ga ik even zometeen eerst even wat drinken, want ik heb een beetje een droge keel. Want ik heb er niet zo heel veel drinken op. En dan ga ik zometeen ook eventjes de bullet journal dingen doen. En eventjes kijken hoe het met de kwast is die nu staan te weken. Maar ik denk ook even dat ik de grootte in een soort van glas ga zetten. Van water erin met zeep, zodat het gewoon lekker kan weken. Zodat ik niet heel veel werk heb om alles te hoeven doen. Ik ga dit even opruimen en dan zet ik jullie bij het producer er gewoon eventjes bij.
batterij van de camera was leeg, had ik al wel een beetje verwacht. Ik ben toch nog even lekker bezig geweest, voelde fijn. Zelfs mijn kwasten zijn schoon. Heb ik toch nog schoon gekregen. Niet op de uitgebreide manier zoals ik het normaal doe, maar ze zijn toch make-up vrij en dat is wel heel prima. Ze liggen lekker te drogen. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Ik heb net nog even wat dingen opgeruimd. Ik heb toch het een en ander uit de slaapkamer gehaald. Daar ga ik van de week dan even mee verder. Het grootste gedeelte is weg. Vanavond kijk ik het quizje Chateau Meiland en Man Meet Hond XL, Cosset Curl en Rex. En ik ga eventjes mijn blogbericht schrijven. Ik probeer nog even wat te doen aan de vlog. Dus ja, eigenlijk lekker relaxed. Straks lekker douchen en eventjes ook weer lekker goed eten. Want ik heb gisteren natuurlijk niet echt avond gegeten. Maar dat geef ik niet voor een keer. Dus dat ga ik allemaal lekker doen. En dan zie ik jullie morgen weer. Want ik ga nu gewoon echt even relaxen. Want ik heb het even nodig. En dan vanavond een lekker chill avondje. Dus dat is eigenlijk eventjes voor nu de planning. Ik had mijn slof in de kast gedaan. Want kijk wat ik weer aan heb besloffen. Want ik heb het koud. Ik heb toch weer koude voeten gekregen. Omdat het toch ineens zo afgekoeld is. Dus ik heb ze toch maar weer even aangetrokken. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 9 juni. Ik ben klaargemaakt. En ja, zometeen zijn de standaard dingetjes weer aan de beurt. De kattenbak. Douche, de gang en ik moet eerst een was aanzetten, want ik heb zo ontiegelijk veel was weer. Het is niet normaal. Dat is ook mijn eigen schuld, want ik heb al een paar dagen niks gedaan en de was eigenlijk vorige week ook niet. Dus ja, dan loopt het op, dus dat ga ik zo ook even doen. Gisteravond lekker mijn programma's gekeken, het quizje Man bij het Hond, Chateau Meiland, Rex en Gossip Curl. Ik heb het artikel online gekregen, ik heb even aan de vlog alvast gewerkt, die hoop ik vanavond af te maken. Want je hebt vanavond niet zo heel veel op televisie wat ik leuk vind. Dus ja, al met al dikke prima. Ik heb het nog steeds best wel fris. Ik zal eens even kijken hoeveel graden het nu hier is. Ik zie nu 19 graden. Maar ik doe het wel gewoon zeg maar. Ik trek s'avonds gewoon na het douchen een dikke trui aan met een lekkere lange broek. En dan is het ook prima. Ik ben nog steeds een beetje aan het bijkomen van het weekend. Ik voel me nog steeds best wel een beetje moe. Maar nou ja, goed, ook dat komt wel weer goed. Ik heb daar gewoon altijd even tijd voor nodig. Dus ja, verder eigenlijk niet zo heel veel te melden. Er is verder eigenlijk niks meer gebeurd sinds ik jullie de laatste keer heb gezien. Dus ik ga nu eerst eventjes een wasje bij elkaar rapen. En dan zet ik jullie er bij de douche gewoon even bij. Dan ga ik eerst even de bak doen en alles een beetje netjes maken. Mickey is een beetje aan het miauwen. Die was gisteravond al heel erg vervelend. Dus, nou ja, laat ik maar eens even wat gaan doen. Want er is genoeg te doen in dit huis. Ik had zondag van mijn moeder trouwens nog een reep gehad voor de organisatie. Dus dat is wel heel erg leuk. Het is volgens mij een soort bonbonblok lijkt het. Super lief. En Nathan en ik kregen ook allebei nog een flesje met gekleurde wasmiddel. En dat was wel heel erg fijn. Omdat wasmiddel best wel een beetje lastig te koop is. En mijn lenzen zijn binnen. Ik heb mijn lenzen besteld bij Vision Direct. En die had ik dus een hoop ik zaterdag binnen te krijgen. Het is niet gelukt. Ze zijn nu gekomen. Ik zal er even een elletje op zetten. Om dit soort lenzen ook. Er zitten altijd een zakje snoepjes bij. Super schattig. Daar ben ik ook wel blij mee. Ik ga nu even wat dingetjes opruimen. Dan kunnen de katten straks eten. Want alles in huis is wel klaar. Dan ga ik dat nog even doen. En dan ben ik ook lekker klaar. Zo, de katjes hebben net gegeten. Ik was alleen vergeten om het zakje even fijn te knijpen. Want er zit een soort gelatine in.
Waardoor ik dus één hele klont in het bakje had. Dus moest ik het even een beetje prakken en verdelen. Maar ik moet dus echt even eraan denken dat ik dat wel goed fijn knijp. Voor de rest alles lekker schoon. Mijn wasje die zit er nog in. Die is nog lekker aan het draaien. Dus dat is alweer één was dan die weg is. En dan ga ik gewoon eventjes door met wassen van de week ook. En ja, voor de rest gewoon lekker alles gedaan. Blij dat ik het weer allemaal schoon heb. En dat ik weer lekker schone douche en toilet en zo heb. Daar word ik altijd wel blij van. Vanavond kijk ik de quiz en beter laat dan nooit. Voor de rest heb je niet zo heel erg veel, want het is eigenlijk allemaal herhaling. Je hebt geen datables meer, dus nou, dan ga ik ondertussen gewoon even aan de vlog werken. En dan zie ik wel of ik er wat opzet, ja of nee. Sowieso even Hart van Nederland. En ik kijk natuurlijk sowieso Cosgirl en Rex. Even foto's bewerken voor mijn blogbericht voor morgen. Dus eigenlijk, ja, een basic planning. Straks lekker douchen, even eten en dan lekker de bank op. Dus dat is de planning. Ik ga je bij deze dan ook gewoon de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Je kan erop het rondje met mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Daar kun je ook het belletje aan zetten en krijg je een melding zodra een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. En ja, voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!